Goedendag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Event 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Oostenrijk, ronden met 10 van het kampioenschap aan aflevering 31. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. En wil je meer afleveringen zien van de Event 2019 Career Mode, druk dan op de abonneerknop en schakel lekker belletje op, want dan zijn er een enkele video van. Ja, we gaan verder vandaag in Oostenrijk. Helaas heb ik de kwalificatie niet kunnen opnemen. Sorry daarvoor. Dus het is alleen maar de race. Laten we dus gaan kijken wat het dus gaat worden. In ieder geval Oostenrijk, een goede baan voor ons. Drive Moose. Kwiat naar Williams en Russell naar Toro Rosso. En Albon heeft de sport verlaten. Alexander Albon neemt dus afscheid. Helaas, die is dus niet meer bij. Rivaliteit met ons teammaatje en dat van Max Verstappen, die winnen we eigenlijk. Arne Dietrich, maar dat zien we allemaal na de grote prijs wel. We gaan dus gewoon door naar de race. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. Now the grid for the Grand Prix of Oostenrijk. Met Max Verstappen op pole position, daarachter onszelf naar P2, op een paar duizendste van Max. Weber naar 3, Vettel naar 4, Leclerc 5, Kvyat 6, Hamilton 7, Perez 8, Nico Hulkenberg op plek 9 en Giovinazzi sluit de top 10 af. Repo Racing, Grosjean 11, Russell 12, Gasly 13, Bottas 14, Sainz 15, Ricciardo 16, Vettel 17, Magnussen 18, Sol 19 en Raikkonen sluit de plek af op de laatste rij. En inmiddels aanmelden bij de auto. De setup gewoon, snel en een nulstopper. En we gaan het ook laten zien of we kunnen winnen hier in Oostenrijk. Want de lampen zijn ook zelf gegooid van Oostenrijk Career aflevering 31. En we zijn onderweg. En we komen al niet zo lekker weg, want Lucas Weber is gelijk beter weg dan ons. Maar we kunnen hem hier laat inremmen. Doen we ook. We hebben wel een waarde van track limit. Maar dat is geen probleem. P2, Verstappen rijdt al weg, zie ik. Maar we kunnen nu in bocht 2 een diepe inremmen. Dat doen we dus ook. En kijk, hier een andere lijn nemen dan Verstappen. Ja hoor, beter exit. En we hebben de leiding veroverd. Doei doei Verstappen. En nu moeten we gewoon de race gaan zien te controleren. Weet wel dat deze aflevering wat korter is, omdat ik de kwalificatie om het gegeven op te nemen. Sorry daarvoor. Inmiddels ronde nummer 3. Groen. Ja, want we hebben er zelfs race onder gezet en hebben we beter op het weer eigenlijk. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. 10 minuten en dan gaat de regen wat opklaren, zegt Jeff. Interessant. Rood in sector 2. Ik ga er wel vanuit dat de baan tot aan het einde van de wedstrijd nog wat nat is. Dus we gaan niet naar binnen, want we hebben geen stops gepland. Dus ja, dadelijk ronde nummer 4. En gat naar Verstappen is al wat groter geworden. We zetten de snelste race ronde met een 1.18.2. Verstappen, het gat is 1.8. Daarachter Weber, ook 1.8. Precies hetzelfde gat wat ik met Max heb. Weer de snelste race ronde met een 1.17.1. Ronde nummer 5 inmiddels. Het gat is naar Max is 3.8. Het is wat aan het oplopen. En het regent nu nog wel, maar niet zo hard. Heel lichtjes nog. Groen in sector 1. Moet hier altijd voorzichtig aan doen. 4.0 naar Max. We lopen uit van de Nederlander, oftewel van onze landgenoot. Super, super, super. Want zo nemen wij een nog grotere voorsprong in het WK.
so make sure to cool your tires down the straights. Inters seem like the fastest tire for now. Oké, de baan droogt heel hard op. We moeten de remmen wat koelen op de rechte stukken, terwijl Hulkenberg is uitgevallen. En de Inters zijn nog steeds de beste man. Virtual safety car deployed vanwege Nico Hulkenberg, die een nul resultaat haalt ook voor mijn team. We moeten nu zorgen wanneer deze virtual safety car is geëindigd. Ronde nummer 8. Nog 10 ronden. Hier wat langzamer gaan. En we zitten weer in het groen hoor. Nico is out of the race. Ja, Nico is dus weg van de grote prijs. Dat zegt dus Jeff. Voor degenen die zich afvragen welke capture card ik nu gebruik. Ik gebruik nu de Elgato HD60S. Een prima capture card waar ik nu meer plezier van heb dan de Evermedia LGP Lite. Ik kocht hem voor een prikkie. Dus ja. De kwaliteit hiervan is stukken beter. Ik kan hier in plaats van 720p met 60 frames per second nu 1080p met 60 fps doen. Dus de kwaliteit zul je hiervan merken. Ook het geluid heb ik wat harder gezet. Dat kan ook bij de Elgato, dus niet bij de Evermedia. Vandaar dat het geluid ook wat zachter was. Terwijl we een momentje hebben. Een schrikmomentje. Maar het is gelukkig weer. Oké. Gat naar Max is inmiddels 11 seconden. Waar was ik met mijn verhaal? Oh ja. Ja, dus mocht je afvragen welke capture card ik gebruik, de Elgato HD60S. Wat blokkerende banden. Nou, dan schieten we wijd. En we hebben een 3 seconden tijdpunt in ons boek gekregen. Dat boeit niet, want we hebben een gat van 8,4 seconden. Dus we kunnen deze grote prijs gewoon lekker gaan winnen. The fastest tire for now. Inters zijn nog steeds de snelste band, zegt Jeff. Oké. Okay. Oh, track limits. Pas op. Ronde nummer 13 inmiddels. Ja, nu zijn we er overheen. Ik zal trouwens ook even een linkje in de beschrijving zetten wat voor spul ik allemaal gebruik. Terwijl ik nu wel merk dat mijn banden het ermee gaan begeven. Want ik blokkeer nu vaker. En dat is niet de bedoeling. Gat naar Max is 11,9. Rood is sector 1. Nog 5 ronden te gaan. Inmiddels de 1 laatste ronde loopt. Het gaat hard. En we houden nog steeds de leiding. En kijk. Er is geen regen meer. Het is nu bewolkter aan het gaan worden eigenlijk. Maar bedoel ik ermee dus dat de regen nu helemaal weg is. Paas is sector 1. Dat is goed. Gat naar Verstappen inmiddels 18 seconden. We hebben de Nederlander helemaal zoek gereden. We gaan proberen om de 1.16.2 van ons te verbeteren. ...19.1 zelfs. Een enorm groot gat. En wat ik hier doe is wat een andere lijn nemen. Zodat ik zorg dat de baan nog steeds sneller opdroogt. Dus ik zorg ervoor met mijn tactiek dat de baan sneller opdroogt. Groen in sector 1. Sorry, ik versprak me daar bijna. Groen in sector 1. Nou, hartstikke fijn. Hartstikke fijn. DRS enabled, maar dat heeft voor ons geen zin. Misschien kan Weber nog een aanval waren. Maar ik weet niet waar die is. Nee, die zit te ver weg. Weber zit te ver voor Max. Laatste ronde loopt inmiddels. We hebben de snelste race ronde verbeterd naar een 1.16.1. En als het zo eindigt, dan hebben wij een nog stevigere voorsprong in het WK. Wat ons eigenlijk al niet meer kan ontschillen eigenlijk. Want gek. Dan zitten we nog eens op de helft van het seizoen. Dus misschien kunnen we al heel veel kampioen gaan worden. Terwijl de auto geen top 3 auto is. Oh, wat een moment daar. Ja, de auto is geen top 3 auto. Heel bizar. Maar toch weten we het maximaal eruit te halen. Hier ook. Dit had ik niet verwacht. P2 in de kwalificatie. Ja, wij zijn meestal niet zo goed in de quali en nu in één keer weer wel, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien hebben we wel grote upgrades meegebracht, ons team dus. We hebben weer een klein beetje de bocht uitgeschoten. Nog een paar bochten te gaan en dan winnen wij de grote prijs van Oostenrijk. Onze allereerste, want vorig seizoen werden wij hier derde. Pakken we onze allereerste podiumplek. En nu pakken we hier dus weer een overwinning. In F1 2019 Career Mode.
Ja, het was een saaie, maar dominante rode prijs. En ik hoop dat we dit vaker kunnen gaan doen. En dat we meer van dit soort wedstrijden gaan winnen. So Alfa Romeo have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. So here they come now, out onto the podium. It's thrilling to see this team go toe-to-toe with the best teams in the sport and come out on top. What a superb victory from the Alfa Romeo team. Nou, de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs, ondanks de 3 seconden straf. 26 punten in totaal. Dus we verstevigen onze plek in het kampioenschap. Stappen naar 2 en Weber weer naar 3. Knap gedaan van de Duitser. En Giovinazzi naar 7. En Hülkenberg niet naar de punten weer uitgevallen. Kampioenschap, 61 punten verschil en 36 punten lopen achter op Mercedes. In de constructeurs kampioenschap. Daar gaan we nu gewoon door naar de interview met Claire. Come back. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Another podium. You must be getting used to it up there. Ja, eigenlijk wel. Onze auto is in de kwalificatie een niet zo goede auto. Maar in de race komt onze auto gewoon tot you're leven. You're breaking all dus ja. Expectations. What's your secret? Mijn geheim? Dat ik een goede auto heb. Dat ik goede teamleden heb. You've had experience with Devon's fast, aggressive style. Any advice for the drivers he passed today? Ja, altijd oppassen met hem, vind ik. How does it feel sharing a Formula 1 podium? Ja, super resultaat. En hij verdient het gewoon, want de Williams is gewoon een topauto, maar dat heb ik in meerdere afleveringen gezegd. Great. Nou, well, that's dankjewel everything. Claire, dan zien we jou in Engeland. De resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Nico Hülkenberg. We winnen ten opzichte van Max Verstappen. De research points zijn er best wel veel, denk ik, na het einde van dit weekend in Oostenrijk. Ja, 334 in totaal en 707 overall. Reputatie is gelijk gebleven bij alle teams. Dan kunnen we naar een veteran en een sportsmanship. Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. Nou, dankjewel Jeff. Ik weet niet waarom je zat te zweten, want ik had een comfortabele voorsprong. Dus ik weet niet wat je nu staat te lullen. Ah, oké. Looks like one of your rivals has also been invited to a historical event. This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press and expand your reputation. Nou, dat doen we dus niet. De interview met Lucas. Ah, leuk. I couldn't pick a more deserving driver, if I'm honest. Nou, dankjewel Lucas. Super bedankt. Ja, en Butler laten we gewoon zitten. Rivaliteit hebben we eigenlijk al gewonnen. Nou, maar dit was dus de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, loont het met een like. Wil je meer afleveringen zien van deze video? Druk dan op de neerknop. Schrijf ook een like bij de aan zijn. En ik weet niet van me mist. Reageer wat beter kan dan goed worden. En volg me ook op de social media. Links in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, fijne dag verder. En dan zien we tot de volgende keer bij VN 2019 Premium. Maar verder in.